Hendrik Kuipers, kampioen van de vierde klasse D. Wat doet dat met jou als trainer? Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi voor mij. Maar veel belangrijker, dit is mooi voor ASV. Ik bedoel, die hebben hier 45 jaar op gewacht. En dat is gewoon fantastisch. En dat zie je aan de ontlading naast het veld en in het veld. Je begint dan zo'n seizoen. En dan denk je van, nou, kijken waar is de schip strandt. Ja, wat ik al eerder heb gezegd, we beginnen met 10 nieuwe jongens. Dus voor mij was de eerste belangrijk van, hoe kunnen we zo snel mogelijk een team ervan krijgen? En ik denk dat we dat redelijk snel voor elkaar gekregen hebben. In het begin van de competitie zag je nog dat het wat wisselvallig was. Maar ja, als je sinds 16 oktober niet meer verliest, ja, dan denk ik gewoon dat je een terechte kampioen bent. Ja, je blijft maar winnen en je blijft maar winnen en het gaat helemaal niet meer mis. Nee, maar dat zei ik. We zijn in een hele korte tijd hebben we een team gevormd. En in een hele korte tijd heeft dat geresulteerd in resultaat. Dames en heren. Resultaat, en dat betekent dus volgend jaar derde klasse. Maar jij bent er niet bij. Nee, ik heb een keuze gemaakt om een andere vereniging te zoeken. Maar goed, dit is mooi voor ASV en die gaan lekker naar de derde klasse en dat is mooi. Derde klasse, ook fijn. Maar voor ASV is dit natuurlijk na 45 jaar een fantastisch evenement. Ja, uiteraard. Bedoel, je ziet het ook aan iedereen. Je ziet de ontlading. Je hoort het nou, hè, de voorzitter die praat. Twee weken geleden op hetzelfde moment tegen Achilles gespeeld. Ja, het valt allemaal gewoon aan de goede kant wat dat soort dingen qua data betreft. Maar ik denk gewoon dat we over het algemeen het hele seizoen gezien gewoon de terechte kampioen zijn. Heb jij deze wedstrijd wel eens met aan elkaar geknepen billen gezeten? Nee, eigenlijk niet. We kwamen wel met 1-0 achter door een penalty. Maar ik vond ook vanaf dat moment waren wij gewoon de bovenliggende partij. En tuurlijk ben je afhankelijk van de doelpunten die we maken. En tuurlijk duurde dat een beetje lang. Maar om nou te zeggen dat ik echt met samengeknepen billen heb gezeten, nee, dat denk ik niet. Nee. Maar met andere woorden, feest vandaag in Naderop. Daar ga ik wel vanuit dat er feest in Naderop is vandaag, ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Ik vind na 45 jaar weer kampioen, topprestatie. Moet ook zeggen, volkomen verdiend. Als ik kijk naar het hele jaar, eerste periode, krab aan Achilles. Tweede periode, duidelijk. Goede afstand tot de rest. Moet zeggen, vrij veel grote overwinningen. Betekent wel dat je dit goed hebt afgemaakt vandaag. Eventjes meer schakelig. Niet te veel in elkaar douwen. Ik wens jullie volgend jaar heel veel succes. Maar dat betekent wel een tandje extra, want daar ligt het tempo beduidend hoger. Ik heb voor jullie allemaal een prachtige kampioensmedaille. Ik ga er lekker van genieten. Ik had ook een bos bloemen mee kunnen nemen. Maar dan kan ik beter brandnetels meenemen, want er blijft vanavond niks van over. Jongens, van harte gefeliciteerd. Als je even één voor één langskomt, dan kan ik jullie lekker voorzien van. Kampioenen! 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 Dankjewel dat jullie weer goede sier voor Adel maken in jullie redding.